Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord. We gaan kijken wat deze wedstrijd gaat opleveren. En gewoon een, hoop ik een leuke wedstrijd neerzetten en van live commentaar voorzien. Dus RKC Feyenoord, huisje nummer 674 alweer. Tot zometeen bij die wedstrijd. En dan over een minuutje of 10 gaan we beginnen. Dus tot zo bij de wedstrijd tussen RKC en Feyenoord. Love!
Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Yes. Welkom allemaal weer bij een gloednieuwe livestream. Vandaag livestream nummer 674. En vandaag gaan we RKC Waalwijk tegen Feyenoord. Wauw. Ik ben even brood gaan halen beneden, want ik stierf af, jongen. Echt waar. Niet normaal. Bijloop de goal. Hartman op links, Getruide op rechts, Rasmussen en Traunen centraal, Kokcius, Szymanski en Timber op het middenveld en drie voorin met Djurgården, Idrissi en Danilo. Wauw. Even water halen. Gaan even een minuut stilte houden, jongens. Dus dan ben ik dat ook. Ja, dat was een minuut stilte. Maar iedere minuut stilte of twee minuten die er gehouden worden, hou je je mond. En dat hou ik ook. Dus dat is wel zo respectvol tegenover diegene die er niet meer is. Goed, dat was dan de minuut stilte. En dat was alles wat we hebben gehad. Voorspelling. 0-2 of 1-2. Nederland RKC wel scoort. Lelieveld, Lutonda, Gari, Adewoye en Van der Buijs. Met z'n vijf achterin. Bellassani op het middenveld met Okili en Vroeg. En voorin Kramer en Daniels. Dat zijn de twee voorin die het moeten doen. Het wordt een leuke wedstrijd en we gaan er gewoon iets van maken. Dus 1-2 denk ik, jongens. Ja, 1-2. Yes. Ik word echt gek zonder eten, man. Daar kon ik even niet zonder, anders dan heb ik geen energie om deze wedstrijd te streamen. West Ham Brighton 0-2. Trainer moet eruit, anders gaan we echt degraderen. Mietjes, sukkels. Ze kunnen geen eens bal aanraken. Letterlijk. Ja, ik moet hem wel even goed zetten. Ja, beeldscherm staat goed. Zo. Nou, Feyenoord. Hartman. Inspelen. Danilo. Hij wil zelf gaan schieten. Is de poging al. Beter plakband hebben, jongens. Dit is vervelend. Beeldscherm loopt goed. Hey, Dean, het beeldscherm van ESPN loopt wel goed. Ik vertrouw hem tenminste wel. Het nieuwe Feyenoord. Nieuwe Feyenoord er nu of het nieuwe Feyenoord team bedoel jij? Het nieuwe Feyenoord team is een heel ander team dan normaal. Maar ja, het is een heel... Ja, het is misschien wat minder dan vorig jaar. Vorig jaar had je Sinisterra, had je Dessus, Nelson. Dat waren toch echt
jongens met heel veel kwaliteit in hun. En ja, dat is wat nu misschien wat minder. Maar omdat het helemaal moet bijpassen, inpassen, aanpassen, iedereen. Dus ja. Wie weet, man. Wie weet wat het dit jaar gaat worden. Zeg het maar, hoeveel het wordt. Goed, ingespeeld. Wat kan RKC met die bal? Vroeg, goede voetballende ploeg is RKC. Kunnen ze dat vandaag ook laten zien tegen Feyenoord? Nou, Feyenoord doet dat trouwens heel knap. Hoe ze zich daar uitvogelen. En dan kan het in de omschakeling eruit komen. Feyenoord, maar die bal komt niet aan. Zonde. Widrissi. Ik zal mijn vader vragen of hij het karton op zijn werk meeneemt. Vragen. Dekken. Oh, daar is RKC. Wat wordt het? Ja, het is nog lastig. Het is veel te lastig om die bal überhaupt goed te raken voor vroeg. Ik kreeg hem niet echt goed mee in de loop. Ik dacht, nou, misschien kan hij doorlopen. Kokcu ligt daar met pijn op de grond. Kokcu. Eddien. Nou maar. Waar is Dien? Is Dien er? Ik weet niet waar hij is hier. Yo man. Yo. Bellassani. Hey, sowieso de beste voetballer bij RKC is Bellassani. Kari. Zoals ieder jaar, zoals, ja, denk aan afgelopen jaren blijft RKC er gewoon weer in de Eredivisie. Dit jaar ook, netjes, goede ploeg, leuke ploeg, voetballend ook, Kramer voorin, Daniels erbij, Bellassani eronder. Ja, achterin staat het prima. Goeie zaken doen ze. Keurig. Adewoye. Van de buis. Kramer probeerde hem in één keer door te spelen. Is de kampioensheld van Feyenoord natuurlijk. Michiel Kramer, velen vergeten hem niet meer in Rotterdam. Hij was degene die Feyenoord ook die titel, sowieso meehoopt met de titel. Ik weet niet hoe jullie hem hebben ervaren, maar in dat jaar dat ik natuurlijk niet eens streamde, maar altijd wel heb gekeken naar Feyenoord. Toen werden ze kampioen. Of niet, Dien? Eerlijk, hè? Ja. Weet wel wat is. Bellassani Dari was beste. Daar gaat hij, Bellassani. Hij is niet de snelste, maar hij is wel heel slim. Goeie bal. Kramer. Michiel Kramer. Kramer gaat zelf. Ah, dat is toch wel slim als hij naar zijn rechter toe gaat. Het is dat hij niet zo technisch is. Maar bij een technische speler had hij wel minimaal, denk ik, tussen de palen gezeten. Zonde. Leuk. Kramer. Meehop, wat zei ik dan? Zei ik meehop? Kom af en toe ook niet aan mijn woorden, maat. Of je bent een verbeteraar, dat kan ook. Maar dat maakt ook niet uit. Hartman. Feyenoord heeft gewoon veel moeite. Ja, maar ja, dat... Ja. Ze maken het moeilijk, laat ik het zo zeggen. Ze maken het moeilijk voor zichzelf, Feyenoord. Ze hebben geen moeite met scoren, want genoeg krachten hebben ze om dat te doen. Maar ze maken het zichzelf moeilijk, klaar. Dat is het bij Feyenoord. Niet anders of wat dan ook. Geertruida. Ik wil echt deze streams gewoon echt doen met 4-5 keer zoveel kijkers. Daarom zeg ik, die interviews moeten echt snel komen. Wanneer de school weer begint, gaan we echt on fire zijn, Dien. Helemaal gek word ik. Zo. Feyenoord gaat dit niet verliezen, maar Kooi of zo. Nee. Denk ook niet dat ze dit verliezen, maar... Eh.
In dat geval. Trauner. Timber. Bellassani. Prima. Vroeg. Ook prima. Nou, en dan moet er een optie komen. Lutonda. Sterk. Bulldog op de linkerkant. Man zegt Feyenoord heeft veel moeite, terwijl het 7e minuut is. Nou ja, misschien, hij is voor PSV, dus ja. Weet je toch. PSV-fans hebben het niet zo op Feyenoord. Ik weet ook niet wat het is. Maar ja, dat maakt ook niet zoveel uit. Moet je bij hem zijn, hè, Timothy? Moet je niet bij mij zijn. Ja, dat is goed gespeeld. Bellassani, sterk ook. Bellassani, wat kan je ermee? Er wordt een hoekschop voor RKC, inderdaad. Nou, hou die discussie maar lekker met elkaar. Goed. Goed, de hoekschop. Is een man nu al te eten snel. Bal bij de tweede paal. Helemaal vrij. Duurde zo'n verdedigd daar. RKC Waalwijk. Wat is jouw favoriete club? FC Twente, man. Ja. Mellos 94. Gaan we weer, hoekschop voor RKC. Bellassani, gooit hem erin. Dat was het ook wel. Hij stuit het. Hij wilde hem met zijn hoofd. Iets met zijn hoofd doen van de buis, maar hij kan hem niet echt goed raken of zo. Je ziet dat RKC een georganiseerde ploeg is. Ze weten precies wat ze moeten doen. Ze raken niet in paniek tegen wie ze ook spelen. Ze blijven voetballen. Dat is het kenmerk van RKC. Ah, mooi. Laten lopen door Kramer. Goed gedaan. Slimme geitje. Bellassani. Hij gaat zelf. Ik weet al, als hij kan schieten en hij goed kan raken. Bal wordt geblokkeerd. Het schot wordt geblokkeerd. Niet de bal. En weer door. Kijk, hier kan ik echt een serieuze wedstrijd van maken. Ajax kon ik echt bijna niks doen. Omdat twee ploegen durven. Feyenoord durft, RKC durft. Gewoon leuk. Geertruida. Kokju. Ja, hij schiet hem over. Laat ze proberen. Vind je de mensen aan dit boekhouding? Stuk. Wat? Pik je die? Wat moet ik pikken? Ja, ze zijn allemaal tegen Twente. Of ze maken gewoon grapjes. Kan ook. Is niet erg. Neem het niet zo serieus, Dean. Jij bent als Feyenoord, jij neemt heel veel dingen serieus. Je moet nog een dikke huid krijgen, jongen, als je weet wat er over je club gezegd wordt. Want als je alles en op iedereen reageert, ja, dan ga je het niet redden, maat. Dan. Ja, dan ga je het niet redden, Dean. Maar ik ben 14, dus je leert die dingen nog wel. Ik schold ook iedereen uit toen ik 14 was. Maakt niet uit wie het was. Of ze waren na 23 of 24. Van bedreiging aan toe. Maakt ook niet uit. Maar ja, dan ben ik allemaal wel klaar. Ja, Vice Javairo. Heb ik het tegen jou? Nee, ik weet niet. Maar als je aangesproken voelt op wat ik tegen Dean zeg, dan kan het misschien ook wel. Maar ja, Dean bedreigt iedereen. Jij niet. Dat is het verschil. Kokju. Koopoptie. Wereldspeler. Idrissi.
Veel te hard die bal. Veel te hard die bal. Kan hier niks mee. Feyenoord. Wie gaan zij... Hey, zijn er Feyenoord fans die een voorkeur hebben voor een tegenstander in de Europa League? Want die loting komt er ook al aan, toch? Die Europa League loting, of niet? Heel snel weer. Goed druk gezet daar. Dat is iets te fel. Dat is iets te fel van Lelyveld. Dean, wie zou je willen loten in de Europa League? Feyenoord zit in pot 1. Wat? Weet ik niet. We hebben weer nieuw geld, hè. Dat weet je. Let maar op mijn woord. Wordt gelicht. Wat? Feyenoord gaat... daar ga ik... ja. Zie je, ik dacht al, Feyenoord is teruggezakt naar pot 2. Ik zag ze vorige keer ook in pot 2. Durelsen. Niks aan de hand, zegt de scheids. Gewoon door laten gaan, dus Lutonda raakt hem. Weliswaar wel. United of Arsenal samen met Partizan en Union Berlin. Wil je gelijk oorlog of zo? Gekkenhuis. Met je Partizan en Union. Die is gelijk op rel uit. Hij denkt, ik wil ze nog een keer aanpakken. Nog een keer United, nog een keer Partizan. Of was dat Pauk? Oh, dat was ook Partizan, toch? Weet ik niet meer. Alle twee volgens mij Feyenoord gehad. Ja, PSV gaat Champions League halen. Komt goed. Ik heb vertrouwen in. Echte Kramer. Kramer is echt... Jongen. Het blijft een fan. Of je haat hem, of je mag hem. Klaar. Partizan. Partizan? Belgrado. Čukarički, sowieso soldaten. Nou, waar Twente tegen gespeeld heeft, dat is echt... Ja. En Jasper, wil je gelijk je hele telefoonnummer in die chat zetten, of niet? Jongen. Wat een gozer. Belasani. Ik heb als je naar de vierde gaat... Wat? Nee, ik begrijp je niet. Ik krijg helemaal... Timber. En weer door. Jasper, antwoord. Een bezem. Geertruida. Jurussen. Geertruida. Ja, Tipo. Nee. Laat maar. Check heeft een beroerte. Je hebt niet eens een simkaart. Houd het zo. Beter voor je. Ook niet aan beginnen. Moet je niet doen. Word je alleen maar gestalkt, joh. Gehackt. Zoek je gewoon naar Feyenoord? Nee, weet je wat het is? Als die wil, laat hem gaan. Als die... Ja, het is aan hem. Mij interesseert het echt niet als die gaat. Nee, serieus. Als jij wil, ga. Ja. Je weet wat de club voor je wil vragen. Je weet dat je daar ook gewoon aan moet aanpassen. En wil Feyenoord niet. Ja, dan jammer dan. Dan moet je gewoon nog een lekker seizoen blijven spelen. En ik denk dat dat het beste voor beide partijen is. Ik weet niet of Feyenoord nou 8 miljoen gaat betalen voor een speler van een team dat net onder je is geëindigd. Ik weet niet of de Feyenoord fans daarop zitten te wachten op een speler voor 8 miljoen te halen van Twente. Als ik hier heel eerlijk ben en realistisch ben. Want ja... En nee, ik hoef jouw nummer niet te dien. Gekhuis. Ik heb jouw Snapchat, Instagram toch? Als ik jou kan bellen, bam, dan heb ik je. Chelsea. Jasper, je bent 9. Zo, joh. Gaat weer helemaal fout in die chat. Ja, kom wel volgende keer ergens, joh. Mij maakt het niet uit. Beter van niet. Niemand hoeft nummers te hebben. Je hebt Snapchat, joh. Is goed.
En anders vraag je maar aan Murat. Wie heeft hem wel? Ik ben te lui om te geven, man. Kokchu. Nou, gaat naast. Timber, poging. Omdat je mijn naam verkeerd spelt. Sorry. 0611 en de rest komt vanzelf. 0611, Neymar moet 2 keer op doel schieten. Klaar. Dat is het enige wat er vanavond moet gebeuren, hè, Fini? Jij weet wat wat is, toch? Ik heb het je vaker verteld. Het moet gebeuren. Ja, Gino, hoe moeilijk is het om... Laat maar, het wordt hem al niet meer met die gozer. Timber, weer aan het aankomen, sorry. Ik heb dat ook altijd met die flesjes van de Albert Heijn. Slot, kan je niks aan doen, die flesjes zitten zo nokkie vol. Het is niet jouw fout. 0611. Nee, maar schiet. Ball op zichzelf. Murat heeft ook Toto verloren. Waarom scoorde Brobby nou niet? Jongens, dat schot op doel van Brobby was geen schot op goal. Die bal ging op de lat. Je krijgt het voor elkaar om van 5 meter die bal op de lat te schieten. Weer €15 door mijn neus geboord. Weer weg. Weer wegwezen. Het wordt ook nooit meer op Brobby inzetten. Ja, jammer. Kan beter op Anthony. Oh nee, wacht. Die is er dadelijk niet meer bij Ajax. En wie gaat er dan op doel schieten bij Ajax? Dan blijven er heel weinig over die op doel schieten bij Ajax. Oh. Dien, zie je? Goed zo, beter. Ik had je er weer uit willen kicken, hè, om deze redenen. Je hebt geen eens respect voor Ronaldo als je Messi disrespect, letterlijk. Ronaldo heeft ook respect voor Messi, je zegt dit soort dingen. Niemand gaat die twee overtreffen, jongen. Neymar was op dat niveau, alleen Neymar heeft helaas, ja... Nee, ga ik ook niet op inzetten. Nee, ik hoop iemand anders in te schatten. 1 goal, 1 schot is genoeg. 2 schoten is te veel. Het duurde zo. Jammer. Vanaf het eten, even groot Turk pizza, weg heerlijk. Mellas kan ook heel goed spellen. Mellas is ook heel erg recht voor zijn raap. We hebben hier alleen maar mensen die heel snel dingen zeggen. Zoals Dean. Speelt Haaland. Ja, hè. Ik ben... noem maar geen Barca-fan, hè. Ik ben fan van Dembele en van Frenkie. De rest interesseert... En Memphis. Maar de rest interesseert me echt niet. Ik ben gestoken op mijn arm, wat is dat? Danilo, duw dus zo, schiet een keer op de goal. Ik moet even een schot van hem op doel hebben. Sorry. Kokchu. Geertruida. Ja, dan wordt het een hoekschop van Feyenoord. Nee. Bro, ik heb niks met Real Madrid. Laat het niet lijken. Sowieso niks met hun. Alleen met een Benzema. Of... Ik vind het gewoon een geweldige speler. Ik heb niks met de club zelf. Ik vind ook dat hij die Ballon d'Or... Of dat speler van het jaar had moeten verdienen. Als je de Champions League zo bekijkt, was hij wel daar. Ja, niet alleen duurder dan de Grolsvesten. Volgens mij ook duurder dan bijna alle Eredivisie stadions. Ik weet niet hoeveel de Grolsvesten aan waarde heeft. Voor mij wel heel veel, hoor. Heel veel ingebouwd. Gekke Vijs. Vijs is ook een mafkees, hè. Helemaal gek.
Prikken dat gras. Ja, dat bedoel ik. Al die overbetaalde spelers, jongen, moet je niet hebben. Drie kratten, prima. Nee, maar dat is wel beter. Juist. Malek, my guy. My guy, hij weet het. Real recognize real. Hakimi? Hey Fijs, hij praat over Hakimi. Nu moet je hem wel beschermen, man. Je moet je landgenoot beschermen, man, Fijs. Pikkie diep. Zo. Hij zegt gewoon Hakimi is gaar, hey. Fijs. Jongen. Zegt al genoeg. Ik wou het zeggen, als Neymar serieus. Zie, hij is een Vinicius fanboy. Hele dag Vinicius dit, dat, zo. Ik weet nog dat Vinicius aan het janken was. Nou wil ik niet zeggen dat Neymar dat soort rare dingen niet doet. Maar het was zo'n blad dat hij geblesseerd was. Vinicius wordt af en toe ook wel eens helemaal gek. Maar ik vind hem niet zo drama spelen. Neymar heeft wel veel drama veroorzaakt. Vinicius daarentegen wel gewoon. Gaat wel gewoon door. Maar nog steeds beste buitenspeler voor mij alle tijden, Neymar. Maakt niet uit. Al komt hij op 50%. Denk jij dat Kokcu weggaat? Wie noem jij 110? Voor deze ga je er even uit. Even respect hebben, want dat soort rare woorden hoeven we niet te hebben. Natuurlijk is Neymar veel beter. Geen eens discussie, maar deze snap je. Even aanpakken. Nou ja, golf. Je had een speler bij Real Madrid die heel veel van golven hield. Ik weet niet of je daar nou zo blij mee moet zijn, maar oké. Als je hem zo disrespect. Zijn die Real Madrid fans toch af en toe ook echt, ja. Zelfs als Barca fans, die hebben ook geen respect voor spelers. Dat is wat. Danilo! Oh, nou. God wordt geblokt. Ik zeg, nou, die gaat op de goal af, die bal. Zonde. Feyenoord komt niet echt in deze wedstrijd. Niet echt heel goed of zo. Ze hebben wel meer balbezit, maar... Nee. Scout door Real de... Ja. Overal gestoken op mijn hand. Hier één. Daniels. Plutonda. Nou, geeft die bal nog goed voor. Een aardige bal. Hartman neemt geen risico en... Tik hem maar over de achterlijn. Hoekschop voor RKC. Respect alle lampjes. Zo respect voor. Huisnes van Benfica. Ik weet niet wat ze gaan doen. How is Feyenoord playing? Well, the position is good, but it's not that good. Die geeft a little bit more energy. Feyenoord trekt dit wel over de streep. Als ze gewoon wat meer doorzettingsvermogen erin gooien. Maar ja, kom wel goed. Tandje erbij. Of het krijgt er nu één tegen. Dat zou ook kunnen. Bal valt. Oh, Bijlo. Kramer. Lutonda. Hij zegt even slecht. Hij moet zie je, Twente leeft echt in je hoofd, man. Rent free in je hoofd. Je ziet het. Maar is niet erg. Het leeft bij iedereen wel in zijn hoofd. Rent free. Hele dag dit, dat, zo. Gekhuis.
Nee. Ik hoef hem niet eruit te gooien. Die discussie blijft leuk. Kom goed, jongen. Nee. We gaan niemand eruit gooien. Hij is aardig. Was dit gevaarlijk spel? Ja, dit is gevaarlijk spel van Trauner. Klaar. Dit. Het is wel gewoon gevaarlijk spel. Niet dat het dat niet is of zo. Hey, Bellassani heeft geel. Hoe dan? Wie scoort eerder als het zo doorgaat? Ja. Lastig. Ja, dat beide partijen niet scoren. Maar als ik dan toch zou moeten kiezen. Ja, dan Feyenoord. Newcastle, Manchester City. Ik heb echt zin in Twente Feyenoord, man. Oh, nou wordt het leuk. Maar voorlopig eerst even wat wedstrijden nog doen voordat die wedstrijd begint. Szymański ligt daar op de grond. Spelers van RKC zeggen dat hij moet opstaan. Nee. Oké. Ik ga niet klagen, loven hier zo. Ja. Abonneer allemaal, jongens. Dankjewel. Is er iets van de wereld? Gastik. Laat ze maar komen naar de helft van Enschede, die Italianen. Oh, Chani moet in de basis staan. 100%. Zoli is in de basis, Chani. Ja. Gekhuis, man. Donderdag. Goed, de vrije trap voor Feyenoord. Dag. Daar moe van. Maar het is wel op zich wel een leuke wedstrijd. Kokju. Gaat hem erin slingeren. Oh, hij gaat in één keer zelf. De keeper laat hem los. Hoekschop voor Feyenoord. Rogier. Ja, af en toe, man. Niet echt serieus. Vroeger was ik wel echt serieus. Week in, week uit. Maar, nee, man. En niet meer. Als ze mij nou vragen voor West Ham, dan kan ik wel gewoon goed spelen. Maar, helaas. Ik ben niet gevraagd. Dat is pech. West Ham weg. Of niet Vijs. Kijk, Vijs speelt bij PSV in de onder 18. Volgend jaar gaat hij naar de onder 21, geloof ik. Ik ben nog steeds niet... Oh ja, ik ben wel bij PSV geweest, hè, Vijs. Maar ik ben niet op de hertgang geweest. Maar wel bij het stadion geweest. Niet. Daar. 10.000 kosten. Nou ja, dan ben ik in ieder geval duurder dan dat jij bent. Trauner. Ja, Malek. Het is wat. Dat was niet echt een, ja, het was wel een poging van Diorissen, maar niet een schot op goal. Dus iedereen is hier niet aan, nee, we hoeven hem niet, man. Ik had het liefst dat ze dingen hadden gegeven, Feyenoord. Wie had ik, als ik een speler van Feyenoord zou mogen kiezen, hè, dan had ik niet iemand die duur is of zo, maar gewoon. Hij had ons maar Diemers gegeven, ik had het prima gevonden. Als ik zie hoe die gisteren voetbalde tegen Utrecht. Kan daar makkelijk mee op het niveau van Utrecht. Heel makkelijk. Letterlijk. Het ons die maar gegeven. Waarom niet? Bellassani. Lift hem erin richting Kramer. Oh jongen toch. Dit had zo'n moment kunnen zijn. Het duo Bellassani-Kramer. Hij weet precies waar hij moet neerleggen. Hij komt nog te hoog. Kun je nagaan. Hij is al zo lang. Hier. Tok. Komt hem over. Rogier, op wie heb ik gezet? Diodosun, even een zo, even een schot op doel. Vijs, we gaan een liedje verzinnen voor Diodosun. Tuintje in mijn hart, maar dan voor Diodosun. Die is verzonnen. Jafairo. Ja, buitenspel.
Weg. Dien is, ja, eventjes eruit, sorry. Bookmaker, hey, Bad City, man. Ik speel niet op Toto, nooit meer op Toto. David Hanko, 59 competitieduels voor Sparta Praag, 14 doelpunten. Spreek die naam goed uit? En daar zit Marcos Lopez. 69 MLS-duels voor San Jose Earthquakes. Feyenoord doet goede zaken. Feyenoord doet goede zaken. Respect naar Feyenoord dat ze aankopen doen, doorgaan. Gewoon lekker wat bovenin proberen mee te draaien. En blijven meedraaien, want ja, zo is Feyenoord, hè. Je weet het. Dat is een ambulance. Chelsea heeft 3-0 gekregen, ja man. Like, jongens. Love. Iedereen like en abonneren. Geertruida, delen. Nou ja, niet proberen, maar ik vind dat Feyenoord gewoon daar hoort te staan. Gewoon bovenin. Het is Feyenoord. Of het de grootste club is van Nederland. Ajax of Feyenoord, dat mag je zelf beslissen. Voor mijn gevoel lijkt het altijd Feyenoord. Want overal waar ik kom is iedereen is voor Feyenoord. Echt niet normaal. Velen zijn ook voor Ajax, maar iedereen is voor Feyenoord. Dat, ja, ik weet ook niet. Net de helft van Nederland gewoon voor Feyenoord is. Maar Ajax-Feyenoord, we zullen zien wie groter, ja... Sowieso, Ajax heeft natuurlijk wel meer prijzen. Maar ja, Feyenoord is wel degene die altijd de meest gekke fans heeft. Helemaal knettergek. Wel Asani. Maakt me ook niet uit wie er groter is of wie er beter is of wat dan ook. Maar ja, het is toch wel leuk om te weten. Ja, dan probeerde hij door de benen van Trauner heen te gaan, maar dat lukte hem niet. Word je ook geen grote jongen van? Dildosun. Ga ik jezelf, jongen. Eén schot op doel. Ah, geeft hem goed mee. Kramer, alsof hij niet de bal wilde hebben. Loopt er zo rustig bij. Oh, lekker nonchalant, hè, Kramer. Bij het Philips Stadion. Ik was vorige keer bij Philips Stadion. Ik ga volgende keer weer, ja, naar PSV. Komt goed. Gaan we een keer naar open training bij PSV. Misschien daar een keer naartoe gaan, naar PSV. Ja, open training. Hebben ze dat trouwens? Ja, toch? Maar ga je mij nou even snappen? Voeg me even op Snapchat toe. Hier. Liken jongens, liken. Abonneer, kom met je naam in beeld. Dan ga ik Luc de Jong interviewen en dan ga ik zeggen, wat vond je van je tijd bij FC Twente? Kom je nog een keer terug? Ik bedoel, ja, we hebben nog even spitsen nodig. Luc, legend. Ik zou zijn goals niet meer vergeten. Nooit meer, never. De Jong, Janko. Ruiz, Kufo. Luc, held. Ja. Het verleden maakt... Ja, Luc was vroeger al goed. En je ziet dat hij een buitencategorie is. Qua spits. Ja, Fijs. Als jij volgende keer bij PSV in tenue komt te spelen. Want ja, ik wil wel snel zien, hè. Ik moet je snel zien in het shirt. Komt helemaal goed. Hij heeft geen straf. Anders zou Dima al lang een bericht sturen. Luc en Janko. Janko. Ja, de 3-2 tegen Ajax vergeet ik nooit meer. Die kopbal in de beker. Ik hoop een keer nog zo'n bekerfinale mee te maken. Twente-Ajax. En of we hem dan winnen of verliezen. Ja, je hoopt natuurlijk dat je hem wint. Maar gewoon voor het algemeen maakt het mij niet uit. Als je zo ver komt, lijkt het me ook wel mooi. Wie gaan het degraderen, denk je? Ja. Zo. Wie gaan het degraderen?
Janko in de spits. Speelden soms 4-4-2, hè? Speelden ze eerst Luc en dan Janko. En dan zonder Luc en dan met Janko. Die twee konden elkaar eigenlijk... We hadden te veel kwaliteit aanvallend met die twee. Je had eigenlijk één goede spits maar nodig. En dan buitenspelers erbij met Chatley en De Jong. En Chatley en Ruiz. Zulke aanval moet je gewoon nog een keer krijgen bij Twente. Zou toch mooi zijn, jongen. Ik weet niet, man. Degraderen. Hij wil bijna op de rug van Trauner gaan. Ik weet echt niet. Het heeft top 4. Ja, Ajax, PSV sowieso top 2. 3. Feyenoord, Twente. Zeg het maar. 4. AZ. Oh ja, AZ hebben we ook nog, hè. Och, AZ hebben we ook nog. Die komen ook even vervelend doen. AZ komt ook even vervelend doen. Nou, Feyenoord. Kijk hoe het gaat. Iedereen rekent AZ buiten die top 4, hè? Of top 3. Ik weet niet, AZ dat... Ja. 38 minuten gespeeld, 0-0, het scorebord. Hou je binnen, hou je binnen. Ja, houd hem binnen, goed. Hartman. Gaat net naast, goede poging van Hartman. Ja, kan wel. Ja, Danley is terug. Ziet het, Danley is in de streams. You catch me, my guy. Love, Danley. Toornstra gaat zich even warm lopen. Jens. Hadden ze hem niet ook een mooie transfer moeten geven, Toornstra? Oh, nou weet ik van wie. Naar een Beşiktaş of Galatasaray. Gewoon één grote club in Turkije of zo, waar hij echt een held wordt. Hij zou daar wel passen, hè? Eerlijk is eerlijk. Hij zou echt een wereldster worden daar. Nederlanders worden daar sowieso wereldsterren. Dat is velen wel. Sneijder, Van Persie, Kuyt. Weghorst. Nee, maar ik bedoel het niet zo dat hij weg moet bij Feyenoord of zo. Maar dat hij gewoon nog één mooie transfer kan maken naar buiten. Want dat denk ik sowieso wel lukt. Javairo. Blijf hem benoemen. Moet hij wel een keer op doel schieten. Hoekschop. Kijk hem gaan. Ho. Nee, maar dit elftal is nog niet helemaal op elkaar ingespeeld. En dat moet gewoon deze wedstrijden gewoon laten zien wat ze kunnen. En dan op een gegeven moment ben je wel op elkaar ingespeeld. Ben je gewend wat je kan. Er komen nog nieuwe spelers bij Feyenoord. Het is allemaal inpassen, aanpassen. Giménez hebben ze gehaald. Ze hebben die Hanko gehaald. Was het Lopez? Wie hebben ze nog meer? Paisao. Feyenoord heeft echt half heel Zuid-Amerika helemaal leeggetrokken. Of wat dan ook. Hartstikke leuk. Ben benieuwd naar Feyenoord dit seizoen. Wat ik al zeg, het is nog maar het begin van Feyenoord dit seizoen. Laat ze even rustig opbouwen, opstarten. En ja, dit soort wedstrijden, wie weet. Zo, daar heb ik Feyenoord even geholpen. Nu moeten jullie mij weer even helpen, Danley. Nu moeten jullie mij weer even helpen. Wat zegt hij? Nou, zonder mijn vader was ik echt nergens geweest. Zat ik hier ook niet. Mijn vader echt dankbaar. Oh, jouw ouders zijn echt onbetaalbaar. Bedankt voor je sub, maat. Bedankt. Ik krijg hoofdpijn van deze wedstrijd nu al. Wat gaan eten.
Ja, David, vind je dat? Ja, reken maar uit. Iets van 3 euro per 1000 views of zo, maat. Dat is de. Dat, maar dat is algemeen bekend, toch? Dat is zeg maar de CPM of zo. Per 1000 views. Hoe zeg je dat? Weet ik veel. Dus als ik echt video's ga maken, dan verdien je ook echt veel. Ja, dat is, maar het gaat mij niet daarom. Het is mij, ik vind het gewoon plezierig. En dat je er veel kijkcijfers mee trekt, dat is prima. Als je dit puur voor het geld zou doen, zou ik hele andere meningen moeten hebben. En dat doe ik niet, want zo ben ik niet. Jullie weten hoe ik ben. Ik ben recht voor mijn raap. Maakt niet uit. Hoe eerlijker, hoe beter. Zo zitten we heerlijk. Hoeveelste minuut nu? Nee, 4 minuut 42, 43 nu loopt die man. 43. Paar spelers bij Feyenoord warm lopen. Pedersen. Pusic bespreekt met Slot wat de volgende tactiek wordt om deze wedstrijd te keren. En te draaien. In ieder geval naar een voorsprong. Want dat is waar Feyenoord natuurlijk naartoe moet. Het is allemaal lastig voor Feyenoord. Maar het is prima, maat. Ja. Volgende vraag. Jongens, stel je vragen maar over. Oh, Feyenoord komt eruit. Had hem toch al Diorosun gegeven, man? Ik moet één schot met Diorosun hebben. Maatje, Diorosun. Getreide loopt tegen een RKC-speler op. Ja, hij wordt aan het hoofd geraakt. Dan moet je stoppen. Uitslagen ook, man. Uitslagen ook. Maar vandaag even op schoten. Messi. Messi. Even kijken, wat doet hij? Ja, botsen tegenaan. Dat is een ongelukkige botsing. Dan kan je inderdaad wel even stoppen. Lijkt me wel zo respectvol. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet de bedoeling dat je dadelijk één groot slagveld ervan gaat maken. Want ik bedoel, dat wil je ook weer niet. Yo, Marie, hoe is het? Hoe is het, hoe is het? Eén minuut extra speeltijd, dat is ook niet veel. Hey, dat is ook niet echt een beste wedstrijd. WK, hè. Sowieso, bro. Heb je mij op Snapchat of niet, maat? Wie heeft mij allemaal op Snapchat? Dan kan ik iedereen even in die groep app voegen. Dan hebben we gewoon met alles en iedereen erbij. Dat is leuk. Vind je Idrissi en Hartman een beetje goed? Ja, Hartman speelt wel prima. Idrissi, ja, lastig. Krijgt niet echt heel veel de bal. Dit soort paasje, ja, paasje ook niet echt best. Zonde. Ik hoop echt dat Pusic of aankomend jaar of dit jaar daarna hoofdtrainer wordt van Twente. Dat hij weer terugkomt. Ik had echt zo graag gezien dat hij bij ons terug zou komen. Wat een man. Zoveel passie en strijd. Bracht ons terug naar de Eredivisie. Ik vergeet hem niet meer. Ja, Delly. Mensen die je ooit hebben geholpen, moet je niet vergeten, hè? Het is wat. Ja, Vijs. Vijs hater. Vijs hater. Goed, het is rust. Het staat 0-0. Nee, je weet zelf, lol Vijs. Het is 0-0. En Feyenoord moet een tandje erbij doen. Want dit gaat voorlopig niet echt helemaal goed. 0-0. Minuut of 14 rust. Tot zometeen bij de tweede helft tussen RKC en Feyenoord. Yes! Tot zo!
Ja, doet hij het, jongens? Is het geluid goed? Ik hoop het wel. Ik zat even te testen. Maar ik weet niet of het geluid goed is. Dus Idrissi eruit, Wallenmark erin, Kokje eruit, Toonstra erin. Oké. Okay. Lastig. Dit, als ik het zo bekijk. Ja, doet hij het? Hij is weer begonnen. Ja, hij doet het. Oké, prima. Voor mij in ieder geval doet hij het. Prima, oké, goed. Ja, dat is altijd vervelend als je na de rust alles weer moet herstarten. Want voor de rust staat alles zo goed. Oh, even herstarten. Ja, hij doet het weer. Oh, goed. Ja, van wie schoot er? Schoot Dildosun? Oh nee, hij schoot niet. Jammer, ik dacht dat Dildosun was. Javairo, daar komt hij al voorbij, althans. Zo goed als. Ik hoor alleen maar sirenes vandaag, man, jongens. Ik hoor alleen maar sirenes vandaag. Echt waar. Ik kan niks anders horen dan alleen maar sirenes vandaag. Dat is echt bizar. Dit is een drama. Dit gaat het niet lang volhouden, dit beeldscherm. Oké, hij houdt het vol. Prima. En de keeper heeft hem in zijn handen. Ja, oké. Het staat allemaal net goed. Nou, hij moet iets omhoog. Zo, Peter. Ah, hij moet iets omhoog. Ach, dat is drama. Hartman. Geeft hem voor. En keeper heeft hem. Zo goed zetten. Ja, dat is beter. Sorry jongens, het is echt een drama. Yo, Erik. Hoe is het, maat? Ik weet niet wie allemaal nog is. Maar na de rust zijn er weer wat nieuwe mensen bijgekomen. Was dat overigens een schot op doel van Javairo? Die bal verkeerd raakte? Was het een beetje te doen? Nou, eerlijk is eerlijk. Het was niet echt heel best. Eerste helft. Was niet echt heel best. Nee. Dat kan ik je wel verzekeren. Yo, Yannick, hoe is het? Piet, hoe is het? Mat, haha. Ja. Wat een drama. Gaan ze scoren, denk je? Feyenoord, ja, het zou wel moeten, hè? Bal valt daar achter. Valt die daar goed voor Daniels? Hij kan door. Daniels wordt nog een beetje gehaakt. Bella Sani dan! En dan is het Bijlo. Oeh, eerste gevaar van RKC deze tweede helft. Ik dacht dat hij door zou kunnen lopen, maar Trouwde zit daar nog goed tussen. Goed gedaan van Daniels. Bal valt daar achter. En Bella Sani ondersteunt hem. En Bijlo ligt gestrekt in de hoek. Prima. Blijf wel goed in zijn hoek staan. Ja, dan vliegt hij binnen. Je weet het nooit. Nou, weinig op TikTok te zetten, hè, Dean. Die goal alleen van Ajax, dat is ook geen TikTok waardig. En deze wedstrijd wordt het misschien ook niet. Ja, jammer dan. Het is wat het is, maar goed, kom wel goed. Hartman. Danilo. Je hebt over de half goals gezet. Ja. Weinig te verdienen dus op deze wedstrijd. Ik zet bijna nooit in op Nederlandse wedstrijden. Alleen als er wat... Ja. Te halen valt of wat dan ook.
Dan wel. Dan wel hoor. Rotonda. Het dubbelje. Mooi weggedraaid door Daniels. Prachtig weggedraaid. Rotonda. Overtreding gemaakt daar. Danilo. Ja, die vijf mans achterin met Van der Buijs, Lutonda, De Boye, Caria, Lelieveld. Doen ze prima bij RKC. Wel even goed. Super erge wifi. Kan gebeuren, maat. Ik zie steeds meer nieuwe mensen in de stream. Allemaal Feyenoord fans en allemaal nieuwe mensen. Dus dat is prima. Ja, het wordt een hoekschop voor Feyenoord. Vijftigste minuut. Gaat PSV woensdag door? Ja, absoluut. PSV gaat naar de Champions League. Het zou heel mooi zijn als ze dat weten te bereiken. A, voor hun heel veel geld. En B, kunnen we eindelijk live op PSV een keer in de Champions League. Ik vind het zo gaaf om een keer gewoon buiten Ajax ook een keer Champions League. Ik zou het Feyenoord ook wel mooi vinden. Of met misschien wel weer een keer met Twente. En ja. Dan met PSV nu. Worden mooie affiches, man. Ze hebben sowieso Europa League als het goed is. Maar Champions League, daar ga je voor. Absoluut. Szymański, Danilo, dan is het... Nee, is het niet raak. Goede poging van hem. Feyenoord blijft drukken en... Gas erop geven. Bayern München 2-0 voor. Bayern München is echt... Wow, joh. Wereldsdien. Echt waar. Ik hou echt van die club, man. Zo'n goed team, jongen. Matthijs de Ligt heeft gescoord. Ja. Hehe. Hopen jullie de pool voor Europa League? Ik weet niet. Vraag het maar aan de mensen, man. Vraag het maar aan Dean. Hij is opper Feyenoorder hier. Hij schat dat het iedereen uit die tegen Feyenoord is. Dus ja. Maak kennis maar met hem. Maximin. Wat was deze dan? Kilometers over de lat. Oké. Nou, prima. Like, jongens. Vrij trap nu voor Feyenoord. Wie gaat hem erin slingeren? Wordt het Szymański? Bal daarachter. Wallenmark. Die kopt hem over. Die kopt hem over. En dan. Bellassani vangt hem op. Kramer, duwtje in de rug bij Trauner. Trouwen wordt ook niet boos of agressief, hè. Ik heb bij veel verdedigers dat ze echt agressief worden. Hij blijft rustig en hij staat op en gaat weer door. Dat vind ik wel klasse van hem. Oh, Mark, was het? Maar was niks aan de hand, joh. Kleine schermutseling. Kan gebeuren. Hartman. Man naar de linkerkant. Diorosun. Jafairo. Hup, bewegingen maken. Ach, ja. Lastig. Hij kan beter gewoon een mannetje eentje opzoeken en dan die voorbij. In plaats van te veel willen. Hij kan het wel, want hij komt hem zo voorbij hoor. Daar niet van. Dat alleen niet. Dien, de wifi is weer helemaal top volgens mij. Ik weet niet hoe het geregeld is, maar die wifi is opeens weer top. Ja.
Hartman stapt daar goed in. Nu kan Feyenoord door. Hartman links deelde zo mee. Dat doet hij ook. Maar Gari gaat daar niet voor de bal. Ja, hij kan er niet meer voor gaan. Dan moet hij voor de man gaan. Wordt het een hoekschop? Goed, we gaan weer door. Hoekschop voor Feyenoord. Tuintje in mijn hart voor Dildosun. Of niet, Dien? Ja hoor, voor Dildosun wel. Zelfs al ben ik niet voor Feyenoord, voor Dildosun zeker. Gaan we weer, hoekschop. Bal bij de tweede paal, komt niet aan, komt nergens aan. Bal gaat achter. Santiago Jiménez. Zeg ik dat goed, Jiménez? Of is het Jiménez? Jiménez. Hoe je het wil uitspreken. Hey, nee, Newcastle United, Manchester City. Wie heeft gescoord? Saint-Maximin zeker, ik hoop het wel. Wat een legend. Wat een legendarische speler is dat. Newcastle United. Twente is Newcastle van Nederland. Als dat stadion nog iets uitgebreid wordt, assist van hem. Almiron heeft gescoord. Goed, twee wissels bij RKC in de ploeg. Daniels gaat eruit. Jozefsson komt voor hem in de plaats. Legend. Velasani eruit en Anita erin. Sani eruit. Waar zijn mijn andere fans, man? Ik zie veel Feyenoord fans. Zijn er ook mensen van andere clubs in deze chat, jongens? Laat je horen. Niet achterblijven, hè? Niet achterblijven, hè? Ja. Heerenveen? Ja. Zo, Lelieveld. Maak daar even twee gekke schijnbewegingen. Ja, dat kan hem goed uitpakken. Ja, dat pakt hem ook voor deze keer goed uit. Ik haat spraakberichten. Je moet altijd gaan luisteren naar die dingen. Ja, jammer. Oké, jongens, wat gaat Feyenoord nog kunnen doen? Ach, boos om sommige mensen, man. Ach, agressieproblemen. Antivoetbal FC. En jij bent gewoon een miet, Dien. Klaar. Wanneer ze anders spelen dan jij is het antivoetbal. Even rustig aan, hè, Dien. Timber, bal naar de rechterkant. Hallemark. Patrick Hallemark. Gaat zelf. En keeper red. Poging van hem. Prima poging. Jozefsson. Als die eruit komt, dan is Trauner wel gezien hoor, op snelheid. Dildosun, goed. Toornstra. En dan Szymanski. Niks aan de hand. Op de bal. Goeie tackle. Ah, daar wil je. Nou, Jozefsson. Gebruik je snelheid eens. Doe het eens. Laat eens wat zien, jongen. Jozefsson. En dan. Is dat Hens? Nee, zegt de scheidsrechter. Niks aan de hand. Er wordt wel gevraagd om Hens. En een penalty en wat dan ook. Ja, op de bal. 3-0 Bayer. King Coman. Legend. Champions League bezorgd. Ha, wat een speler. Kom aan. Holy rap.
Ik zet nooit in op mijn eigen club, zijn jongens. Nooit doen. Nooit op je eigen club inzetten. Je ziet dat het werkt. Anders had het 3-0 voor Bochum gestaan. Nee, dat ook niet. Kijk, die moet even rustig aandoen. Oh, ik wou je bericht verwijderen. Sorry, ik heb je eruit gekikt. Oh. Draag je nou eens met je taalgebruik, man, Dien. Oh. Ik wou je er niet eens uitkikken. Kun je nagaan. Nu niet mij gaan bedreigen, hè. Wallemark. Timber. Hey, je hebt nog andere account. Kom even met die andere account. Kom goed. Hartman. Ik heb nog een andere account. Kom maar goed, joh. Jozefzoon, hij is snel, hè. Kijk hem gaan. Jozefzoon, de langs. Ja. Niks. Hij moet hem op zijn uit krijgen, want... Ja. Ja, dat gooit. Ik kan je met zo over toe. Nee, joh. Hij heeft nog andere... Kijk. Je kan er weer uit, Dien. Je kan er weer uit, hè? Is geen probleem. Ja, dan moet je je taalgebruik even inhouden. Dank je wel. Jongen. Dat heb jij toch. Nee, Mello, ik denk dat jij er wel vaak... Is dit Hens? Ik weet niet, dat kan ik niet zo goed zien. Is dit Hens? Ja, lekkere herhaling ook. Nooit van je leven. Dien, doe eens normaal. Dankjewel. Inspelen door Danilo, wat ga je ermee doen? Ja, ik kan niks met zo'n bal doen. Zonde, wie heeft mijn vriendschapverzoek verstuurd? Nou jongens, prima. Snapchat, voeg me daarop toe. TikTok ook, doe dat. De voetbalcommentator, zoek me maar op, je kan me vinden. Ja, ik geef je even mod op dit account, Dien. Je hebt volgens mij echt 5 moderator accounts. Maar geef je niet. Lutonda. Ho. Wat doe je allemaal, jongen? Hij stapt op de bal. Dit had een mooie mogelijkheid kunnen zijn voor RKC. Kramer, hè? Niet te veel tikjes uitdelen iedere keer. Het hoeft niet. Op een gegeven moment is het ook gewoon vervelend voor de tegenstander en voor jezelf. Nee, niet eens voor jezelf, maar gewoon voor de tegenstander. Dat is weinig. Ugh. Discord service. Nou, gaan we eens even kijken. Die Discord service moet weer tot leven worden gebracht. Omdat ik er niet veel in doe. Wat is dit nou weer? Oh, hij doet het. Schrok. Nog een half uur te gaan. Wat kan Feyenoord nog? Feyenoord moet. Jerry, je weet zelf. Blijf abonneren. Love. Love. Hartman. Kan niet gaan schreeuwen, maar... Toonstra, bal naar de rechterkant. Wallemark. 1-1 met Lutonda. Wallemark. En dan is het niks, zegt de scheidsrechter. Oeh, discutabel moment. Oei. Bij Feyenoord worden ze gillend gek, maar... Ik wil mijn twijfels er wel bij geven, want... Hij gaat snel naar de grond, maar dat komt ook omdat er een verdediger natuurlijk
Is dit een strafschop? Ja of nee? Snel oordelen. Oeh, hij raakt bijna de bal niet eens. Kijk. Ja. Lastig. Lastig, lastig, lastig. Ik denk dat hij hem gaat geven. Het is heel licht. Hij raakt hem wel, dat is het. Zou fijn dat hij hier op deze manier wegkomen met een penalty. Dat zou kunnen, want ja, op een andere manier moet je het gewoon voetballend oplossen. Daar niet van, maar... Newcastle 2-1. Oh dear, Newcastle 2-1. Newcastle is op vuur, man. Slot wordt weer helemaal gek. Hij gaat kijken bij de VAR. Oh, oh, oh. Het wordt me een leuk moment. Jonner. Het wordt me een leuk moment. Strafschop of niet? Oh, hij raakt alleen de benen. Hij raakt alleen de benen. Het zou 100% strafschop kunnen zijn. Ik denk wel moeten zijn. Hij gaat voor de bal, maar ja, dat is meestal zo, hè. Strafschop voor Feyenoord. Nou, het heeft lang geduurd, maar een penalty. Nou, het is wat. Het is wat. Een strafschop. Ja, wie gaat hem nemen? Danilo, hè? Nou, hij kon het bij Twente heel goed. Wordt het Danilo? Het wordt Danilo. Ja, het wordt Danilo. Nou, Danilo tegenover Fase. We gaan het meemaken. Laatste 6 strafschoppen. 1 gemist, 5 gescoord. Om Feyenoord op voorsprong te brengen. Danilo tegenover Fase. Het wordt Danilo en hij schiet hem binnen. Het staat 1-0 voor Feyenoord. Ja. 1-0. Simpele penalty. Simpele goal. 4-0 bij Muusje. Mane, holy rap, wat een doelpunt te maken. Mane, Xane. Pss, wat een beest zeg. Wie heeft gescoord bij Newcastle? Wilson, legend. Ja, het is erg onbehouden, zo'n bal. Het is erg onbehouden. Ja, goede hoek zat hij niet. Oeh, bap. Oh, handsbal bij Bayern. Jammer. Kijk hoor. Nummer 2 komt erin bij Feyenoord. Oh, wel 4-0 Bayern. Nu wel 4-0 Bayern. Wauw. Buitenspel, dan scoren ze er nog maar 1. RKC zou zichzelf nu wel aanvallend moeten opstellen, want ja. Ze hebben wel kans gehad deze wedstrijd, maar niet echt heel veel of zo.
Kijken, wat nu? Feyenoord. Wie hebben ze in de volgende wedstrijd eigenlijk? Volgende wedstrijd Feyenoord tegen Emmen thuis. De laatste keer dat ze tegen Emmen speelden werd het 1-1. Ja, dat kan ik me nog herinneren. Deze moeten ze wel kunnen winnen. Nou, we gaan weer door. Timber. Dit soort wedstrijden heb je er ook bij, hè? Kan gebeuren. Ja, 0-4, man. Easy. Ik zei toch, is easy. Makkelijke overwinning, man. Volgende wedstrijd tegen Gladbach ook. Ja. Abonneer, jongens. Abonneer, abonneer. Love, love, love. Doe dat. Dank je wel. Kom met je naam in beeld. Hoe oud is die? Wat denk je hoe oud die is? Als het taalgebruik. Kramer. Nou, wat ruimte voor RKC. Nou, dat was de ruimte ook wel weer. Zo, de bal ingeleverd. Kramer. Lelieveld. Slim, Kramer. Opgevangen door Anita. Goed, vroeg. Die wil te veel, die wil veel te veel met die bal. Dit is ook wel weer typerend voor Feyenoord. De hele wedstrijd loopt het niet echt. Passen komen niet aan, wat dan ook. Anita. Lelieveld. Geertruida. Trauner. Hartman. Ja, over de zijlijn. Ingooi voor RKC. Lelieveld. Anita. Jozefzoon. Prima bal. Hoekschop voor RKC. Ze komen toch wel weer. Als ze moeten, dan doen ze het wel. Yo, Neo is het. Neo, Neo. Hij is terug in de chat. Hoekschop voor RKC. Aan de rechterkant van het veld. Daar komt de hoekschop. Bal wordt doorgekopt door Kramer, ja. Dat is indirecte poging op de goal, hè, van Kramer. Hij had gehoopt, denk ik, dat er iemand tegenaan zou lopen. Of hij kopt gewoon zelf. Ik denk dat hij zelf kopt. Ja, kopt zelf. Goed, goed. Mitchell, en jij bent? Hij is Mitchell van de Blok. Met de manager. Hij is Mitchell van de Blok. Mitchell. Hey, wie heeft gescoord bij Bilbao? Gaar. Gaat die Haaland nog een keer op doel schieten? Of is die... Ja. Vijftien minuten nog. RKC kan nog alles uitrichten wat ze willen. Ja, zouden ze wel. Feyenoord gooit het wel dicht. Timber gaat zelf naar zijn rechter. Timber, boom. Nou, haal maar een keer uit dan. Het duurt veel te lang. Liken jongens, liken. 130 mensen, like die stream. Dankjewel. Love. Weer uitlopen hoor, ja.
Yo, Chin. Ga je naar rechts? Hij is links, toch? Ja. Kari. Ja, buiten die penalty was Feyenoord wel gewoon met veel druk. Dat sowieso, maar is ook niet heel veel. Wissel in de ploeg bij RKC. Lutonda eruit en Clement erin. Dat is dus een aanvallende wissel. Nummer 10 komt erbij. Spelen ze met Jozefzoon, Kramer. Hij die de penalty veroorzaakte met zijn tackle. Ja. Nee, Javairo heeft al een keer op doel geschoten. Vijs, dat is prima gelopen. Dat is helemaal goed afgelopen. Gelukkig heeft hij op doel geschoten. Hartman ligt op de grond. Heeft kramp, pijntje. Benita komt ervoor, denk ik, hem misschien wel in. Jan Baks loopt zich ook warm. Maar ja, Feyenoord moest deze gewoon winnen. Gaat het nou ook weer regenen? Dat nog. Ugh. 30 graden woensdag en donderdag, jongens. In de pauze altijd naar de snackbar. Tabouni komt er voor hem in. Voor Hartman. Kramer. Kramer is met er ook eentje hoor. Timber. Geen minnes nog, weet ik niet. Het zou kunnen, maar ik denk dat ze het wel zo goed vinden, Feyenoord. Ik denk dat ze het wel zo goed vinden. Geertruida. Je gaat Feyenoord nog meer halen. Heeft Feyenoord nog meer aankopen, of niet? Feyenoord nog meer gekke dingen doen op de transfermarkt. Pedersen legt hem terug. Boom! Tabouni. Ha! Jammer. Prima geprobeerd. Misschien moeten ze hem een keer meer laten spelen. Waarom niet? Dat je gewoon met Javairo op links speelt. Jimenez op de, aan de rechterkant. Spitsen. 4-3-1-2 systeem. Hem op 10. Waarom niet? Gun die jongen wat kansen. De hoekschop van hem. Juist die wel. Ja, ja man, zeker. Nou, deze wedstrijd ging op zich best wel goed. Na die 1-0. Ja, RKC ging wel nog een beetje aanvallen. Maar voor de rest, en Feyenoord toch wel de overhand. Geertruida. Training gemaakt uit de Adewoy op Timber. Lastig, lastig. Ja, ze probeert wel te voetballen, maar nou ja, het gaat hem gewoon niet worden, joh. Zo zou het er nog een keer gek uit moeten komen. Die bal is nog steeds niet uit het uitvak.
Dus wanneer is PSV? Dinsdag? Woensdag? Ik weet niet wanneer ze spelen. Dinsdag of woensdag. Ben ik sowieso live. Timber. Toonstra. Die gaat schieten. Toonstra. Bal wordt aangeraakt. De keeper heeft hem. En de keeper heeft hem. Yo, maat. Yo, yo, yo. Verrassend. Newcastle voor tegen Manchester City. Veel supporters hebben in Newcastle ook. Een mooie club. Kramer. Ja, Hens. Nee, dat weet ik allemaal niet, maat. Wie is dat, Neo? Is dat je tante of wat? Fucker. Hoe moet ik die kennen? Die en deze man, hè. Vraag me allemaal rare dingen. Wat een man. Maar voeg me en verwijder me. Wat is met hem? Nou, de wedstrijd loopt een beetje dood, jongens. We gaan er gewoon lekker afmaken, natuurlijk. We moeten eens kijken wat PSV zou doen. PSV Eindhoven. Wallenmark, Danilo laat hem lopen. Tabouni. Dinsdag. Champions League dinsdag. Nee, woensdag speelt PSV. Ah, jammer, ik dacht dinsdag. Woensdag om 9 uur. Wie? Wie en wie? Ja, nog een slotoffensief van RKC. Loopt beter. En Kuipers komen erin. Kili eruit en Van der Buijs eruit. Loopt beter. En Kuipers erin. Spreek je die naam uit? Ik ga eens even kijken. Lobette. Oké. Okay. Kari. Nou, RKC. Kuipers. Rechts Lelieveld. Hij moet op het hoofd van Kramer komen. Lelieveld slingert hem voor. Kramer laat hem lopen. Heeft duur. Ja, Rogier, hij heeft op doel geschoten. Absoluut. Legend. My guy, hij heeft op doel geschoten. Zeker weten. Haha. Met je aan om kans te maken. Sowieso vijs. Ik weet niet, man. Ik moet nog 2 of 3 andere wedstrijden goed hebben. Messi schiet sowieso wel op goal. Ik heb gebeld met Messi. Hij heeft gezegd, ik schiet op goal voor je. Komt goed. Ja. Weet Vice. Neymar ook. Ik zet nooit in op Mbappé. Van mijn leven niet. Dat ga ik ook nooit doen. Wel aardig veel, hoor. Met 10 euro. Aardig veel geld. Ik denk 2,50. Ik had vorige keer ook 2,30 gewonnen met 10 euro. Makkelijk, joh. Goed. Kuipers slingert hem voor. Oh, bal valt daar nog achter, wilde ik zeggen. Niks aan de hand. Jozefzoon, is dat een overtreding? Nee. Geertruida.
Ja, dan gaat die bal helemaal terug. Kan hij hem nog binnenhouden? Hij kan hem nog wel binnenhouden. Oh, Duroson staat er nog in, joh. Ik wist niet. Ik dacht dat hij al lang gewisseld was. Zo. Ik ben even lekker blind. Anita, sterk. Sterk, RKC. Goed gedaan. En door. Juist, dit is hem. Nou, kijken wat je ermee kan. Lobette, die loopt door. Lobette. Oh, Jozefzoon. Oh, jongens toch. Wat doen jullie toch met elkaar? Jullie lopen elkaar in de weg. Zo zonde, man. RKC gaat slotoffensief erin gooien, jongens. Ben benieuwd. Nou, krijgen wat leven in de brouwerij. Lelieveld. Wie weet. Wie weet, wie weet. Worden we kampioen, nou. Als ik dat ooit met Twente mag gaan zingen, dan... Die warmte, jongen. Nu komt Feyenoord, Tabouni, 3 van Feyenoord, Danilo en Diorosun. Waar kan je hem naartoe spelen? Naar helemaal niemand. Die bal komt niet aan. Dan mag Timber vrij gaan uithalen. Dat doet hij niet. Danilo, nou, Walemark schiet maar een keer op de goal. Dat doet hij goed. Maar fase red. Kijk, met dit soort wedstrijden, ik kan een beetje leven in de brouwerij gooien, man. Als er wat tegenstoot van Feyenoord of van RKC komt, dan gaat de wedstrijd ook, ja, beide kanten op. Goed, Jozefzoon. En door. Jozefzoon. Ah, hij stuit op Trauner. Goed ingestapt door Trauner daar. Bleef als het ware gewoon staan. Als je onder de 24 bent. Dat weet ik niet. Ik speel alleen wat ik wil spelen. Nou, helemaal vrij. Danilo, wat kan je ermee doen? Danilo naar zijn linker. Veel te veel wilt hij. Jammer, veel te veel. Lijken jongens. Lijken. Kom op. Kijken wat er nog gaat gebeuren. Abonneer ook. Het is 6:30 al, hè? Zo'n huis. Eten. Gewis hier. Nee, vijs. Gaat die Haaland nog op goal schieten of wat? Nou, Giménez komt erin bij Feyenoord. Sinterklaas. Ugh. Hey, Dean, misschien kan Sinterklaas jullie wat cadeautjes geven. Nou, het zegt. Wat ga je eten? Dat weet ik niet. Ik kijk wel wat er is. Wat het eten is, dat eten we. Maakt niet uit. Diorosun goed, Saint-Maximé goed. Oh, Lozano. Rebic en Joao. Ja. Haaland, die lul moet even op doel schieten. Williams moet ook even op doel schieten. En Neymar. We gaan even kijken naar Lozano. Napoli, Forza Napoli. Wat gaat er nog gebeuren, Gari? Tom eruit gehaald. Hij krijgt geel, Gary. Hè? Wegwezen, zegt hij. Oh, ik dacht dat hij bedoelde... Rood. Nee, hij heeft geel. Hè? Dit heeft RKC ook een beetje zelf. Ja. Ciao, Fido. Ja, woensdag weer een nieuwe stream, jongens. Woensdag.
RKC. Zes minuten extra tijd. Dat is wel veel. Zes minuten. Dan heeft RKC nog wel wat tijd voor de slotoffensief. Als het na vier minuten was, zou ik zeggen... Oh. Zes minuten. Vitesse RKC. Jozefzoon! Oh, die komt niet aan die bal. Wordt er vanaf gelopen. Oeh. Ja, ze komen aardig dichtbij hoor, RKC. Velen vergissen zich daarin. Kan altijd nog. Oh, er wordt nog gekeken of het een penalty is. Dat is wel heel van korte duur. Is dit een strafschop? Geen strafschop. Niks aan de hand. Anita. En nu? Ja. Kramer. Niet. Tabouni werkt weg. RKC vangt hem rustig op. En ze kunnen nog een keer. Om vijf minuten. Lobette. Afvallende bal. Lelyveld. Jozefzoon. Ja, vrij voorgeven. Kuipers. Legt hem erin. Weer bal weggewerkt. Anita. Wat nu? Kan hem er nog een keer vrij in gaan brengen. Dat doet hij ook. Bal richting Jozefzoon. Daar valt hij voor. Lelyveld. Oh, legt hem terug. Ook niet. Ja, wie gaat er een keer uithalen? Ja, het gevaar dreigt en het blijft nog steeds het gevaar. Ja. Jozefzoon. Dit hier. Hup. En dan boom. En dan. Lastig. Nog vier minuten, jongens. Vier minuten extra tijd. Bijlo peert hem naar voren. Weer wordt die bal naar voren gerost. Slim. Pedersen. Die bal moet toch... Ja, moet toch... Ja. Ik weet niet wat de RKC aan het doen is. Nou, ze houden in ieder geval... De bal in de ploeg. Feyenoord. Ja, ze houden de bal in de ploeg. Dat doen ze goed. Nou, Wallenmark. Ik vind die hoek ingaan zo dramatisch. Als je als Feyenoord zijnde bent, dan ga gewoon voetballen. Slim. Het is beter als je gaat voetballen als Feyenoord zijnde. Kijk, dat die ploegen dat onderin doen, dat ze in de corner, bij de cornervlag gaan staan, prima. Dan doet het hier wel goed. Hoekschop van Feyenoord. Nee, maar je moet niet in die cornervlag gaan staan. Dat is wel achterlijk. Feyenoord zijnde hoor je dat niet te doen. Je moet gewoon lekker te gaan voetballen. Dat doen ze goed. Dat doen ze veel beter. Wallenmark weet dat ook. Je moet toch aanvallen, scoren. Je hebt wel doelpunten nodig, hè. Maar ja, dit is niet zo'n wedstrijd waarin die doelpunten vallen. Ja. Ik heb zin in Feyenoord PSV of Feyenoord Ajax. Twente Feyenoord, Feyenoord AZ, dat soort wedstrijden. Dus het wedstrijden zijn prima, maar dat wordt echt leuk. 30 meter, Tabouni. Probeer een keer een knukkelbal. Gewoon erachter gaan staan en gewoon in één keer. Dat is niet wat ik bedoel met een knukkelbal. Nou ja, maakt ook niet uit. RKC kan nog een keer. Hebben we tenminste niet dat gedraal voorin. Nou, Feyenoord weer. Jiménez. Spelen ze het een keer goed uit. Rechts Tabouni. Jiménez. Verkeerd gegeven. Precies in het midden. Daar staat niemand. Nog een minuut. Boom. Naar voren met die bal. Trauner kopt hem weg.
Ja, Trevi, goed, maat. Kan RKC dan nog een keer? Zouden ze die bal wel naar voren moeten schieten? Jozefzoon, hij is snel zat. Jozefzoon met Trauner. Jozefzoon. Hij is snel, Jozefzoon. Wat kan je ermee? Kramer vangt hem op. En dan... wordt hij weggehaald. Ja, nog één keer dan. Geen keer wordt iedereen gegooid. Bal wordt doorgekopt. Bal valt daar voor Jozefzoon. Oh, de bal gaat niet binnen. Wat een kans voor RKC. Oei, oei, oei. Zo, wat een kans. Daar had hij kunnen zijn voor de Waalwijkers. Ze balen er zelf van. Oei, oei, oei. Kwaas, ik kom mee naar voren. Hoekschop. Fase, kopt. En keeper heeft hem klem vast. Wat een scrimmage. Nou is het klaar. Nu is het pas klaar. Een zwaar bevochten overwinning voor Feyenoord. Heel zwaar. Ze winnen nipt met 1-0 van RKC. Had ook zomaar twee keer voor RKC kunnen vallen. Drie keer zelfs. Wauw. Wat een kans had RKC. Maar het mocht niet baten. Feyenoord wint. Zijn wel hele, zakelijke dure punten om het maar zo te zeggen. Feyenoord wint. Laten we het daarop houden. En man. Ja. Nou, laat die Haaland ook maar even twee keer op doel schieten, die lul. Hij is toch zoveel waard? Dat is voor mijn Toto, jongens. Even daar buiten kei. Ik wil jullie van harte bedanken voor het steunen van mij in de stream. Het was weer gezellig. Het was weer leuk. Woensdag weer een stream. Wanneer is die volgende wedstrijd? Heeft Lozano op doel geschoten? Gaat hij vliegt nip langs de linkerpaal. Lul, hij moet op doel schieten. Meneer, wat is volgende week? Even kijken, het schema. NEC. Go Ahead. Of NEC. Feyenoord speelt tegen Emmen. Utrecht speelt tegen Ajax. Ik kom niet eens aan mijn woorden. Excelsior speelt tegen PSV. Volendam Twente. Oké. Daarna zit speelronde 3. Nog even inhaalwedstrijd PSV Volendam. En daarna krijgen we speelronde 5 Twente PSV. Oké. Dat wordt leuk. Ja, dat wordt leuk. Ik kan niet wachten op die wedstrijd. Maar eerst donderdag Twente. Dus eerst woensdag PSV Rangers. 8:30 live. 8:55 beginnen. En dan hebben we donderdag FC Twente tegen Fiorentina. Als die wedstrijd gewonnen wordt en ik slaag voor mijn theorie die dag. Nou jongen, echt. De hele teringzooi wordt afgebroken. Goed, bedankt voor het kijken. 10 doneren. Ja, als je dat wil, kan ik gelijk Toto spelen. Nee. Het is geen Giro 555, je weet toch. Wat ga ik doen? Ik ga eten. En dan ga ik daarna weer hardlopen. En dan ga ik weer lekker leren. In theorie ben ik al heel goed in. Dus, goed. Nee, deze kaart moet ik wel bewaren. Dit is wel een lieve kaart van mijn vader. Verjaardagskaart. Deze kaart niet eens meer gebruiken als zijnde. Laat ik het maar zo. Goed jongens, bedankt voor het kijken naar 2 streams. Het waren maar 2 streams, niet 3. Want ja, PSV heeft niet gespeeld omdat ze woensdag moeten spelen. Twente speelt donderdag, die spelen ook niet. AZ heeft ook niet gespeeld. Want die spelen ook donderdag tegen Gio Vicente. Die staan er 4-0 voor. Ja, dit was een levensgevaarlijke kans. Deze, hoe was die eigenlijk? Lobette en dan Jozefzoon. Oh, wat een kans. Hij wilde hem over de keeper heen chippen. Het is dat Bijlo daar echt goed ingrijpt. Dit soort wedstrijden zijn wel leuk hoor jongens. We komen steeds verder in ons, in alles. Dus nogmaals, bedankt voor het kijken. Voor deze keer zeg ik ook, ciao amigos, later. En I'm out. Peace, you know love, tot woensdag en donderdag en het weekend weer. Love, hou me in de gaten, misschien gaan we weer live op TikTok of wat dan ook. Love.